weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een shoplog voor jullie en laat ik jullie zien wat ik heb gekocht in de afgelopen maand februari. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden en heel veel plezier met kijken. We beginnen met de spulletjes van de H&M. Ik heb een aantal dingen geshopt bij H&M. En ja, ik zal ze even laten zien. Ik heb deze gekocht van de H&M. Het is een gestreept shirtje met een colletje eraan. Het is een beetje van die elastische stof. Dus het zit heel mooi als je hem gewoon strak in je broek doet. En ja, het is echt een heel fijn stofje. Dus dat is ook wel een beetje de reden dat ik hem heb gekocht. Hij zit ook heel mooi. Dus ik ben hier zeker heel erg blij mee. De volgende aankoop die ik heb gedaan is deze trui. Het is een okergele trui en dat komt er helemaal in. Dus ik dacht, nou, dat vind ik wel heel erg leuk. Wederom met een colletje. En het is een beetje een wat breder model. Dus ik zou deze zelf sneller dragen op een high-waisted broek. Want ja, ik denk dat dat wel het mooiste staat. Dan heb ik ook nog deze gekocht bij de H&M. Dit is met een wat hogere hals. Ook een wat strakker shirtje met een beetje een ribbelstofje. Zit ook heel erg lekker. En ja, zeker niet duur. Ik geloof dat hij iets van 15 euro was of zo. Dus dat is echt niet duur. En dit is gewoon weer zo'n basis shirtje wat je weer met van alles kan combineren. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee. Ook heb ik nog het shirtje gekocht wat ik nu aan heb. Het is een beetje meer zo'n bohemian shirtje. Of hoe zeg je dat? Ik weet niet zo goed. Van die mouwtjes zo. Driekwart. En zulke touwtjes. Ik vind hem zelf heel erg leuk. Hij zit ook heel lekker. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee. Dan gaan we nu verder met de spulletjes van de Zara. Ik heb ook een paar dingen gekocht bij de Zara. De Zara in Amsterdam en de Zara in Den Haag. Dus ja, die zal ik laten zien. Allereerst heb ik dit shirtje gekocht. Zo ziet hij er heel raar uit, ik weet het. Maar het is zo'n shirt met van die open schouders. En ik zou zelf echt nooit zo snel zoiets dragen. Maar ik moet zeggen dat ik het echt heel leuk vind. Het is ook een heel fijn stofje. En ja, eigenlijk kan je het zo niet echt goed laten zien. Je moet hem eigenlijk zien als ik hem aan heb. Maar ja, hij zit echt super lekker. En ik vind het ook wel leuk een keer wat anders. Ook niet duur. Ik geloof dat deze 20 euro was of zo. Dan heb ik nog dit blouseje gekocht bij de H&M. Ik heb al echt super veel blouses, maar blouses kan je nooit genoeg hebben. Deze. Met een rood, blauw, geel, wit patroontje. Het is echt een hele mooie blouse. Hele goede kwaliteit. Deze wat wijder. Vind ik ook altijd wel leuk. Ja, die kraag is ook wel heel mooi. Die is ook wat. Die valt wat meer naar buiten, zeg maar. Dus dan is je hals ook wat meer open. In plaats van dat die echt zo dicht is door dat blouseje. Maar ja, deze vind ik ook echt wederom super mooi. En deze was 30 euro. Dan heb ik ook nog gewoon een heel basic dingetje gekocht. Want ja, die kan je gewoon niet genoeg hebben. Een wit shirtje. Met iets langere mouwtjes. En er staat op: It girls parking only. En dan all others will be unfollowed. Nou ja, ik vond het wel een hele leuke tekst. En een wit shirtje is altijd handig. Dus ik dacht, die koop ik ook. Ja. Oh, het kaartje zit er nog aan zelfs. Hoe duur was die? 13 euro, 12,95. Mooi prijsje voor een goede kwaliteit shirt. Dan heb ik ook nog een broek gekocht bij de Zara. En dat is deze. Met gaten op de knieën. En ja, gaten zijn weer helemaal in broeken. En ik had er nog niet echt zo eentje. Dus ik dacht, nou, laat ik die meenemen. Alleen wel één nadeel aan deze broek. Je moet echt uitkijken, want hij is bij mij al heel ver doorgescheurd. Tot mijn knie. Dat is wel jammer met van die broeken met gaten erin. Maar ja, dat kan je verwachten. Maar ja, het is een beetje high waist. Niet heel erg. Maar daar hou ik ook niet zo heel erg van. Verder zit hij wel heel lekker. Dus ik dacht, die koop ik ook gewoon. Dan heb ik kleding besteld bij Zalando. En die kreeg ik toevallig vandaag binnen. Het zit nog in de doos. Ik heb het nog niet uitgepakt. Dus ik zal even laten zien wat ik heb besteld. Dit is de doos. Jawel. Dingetjes eruit. Oh. Moet ik het ook nog netjes open gaan maken. Want als ik het niet pas, moet ik het weer terugsturen. Hoe gaat dit open? Oh, er is geen manier om dit open te maken. Oké. Top.
is een shirtje van de Only. Deze. Met wat je nu heel veel ziet. Met zo'n soort van... Hoe noem je dit? Een veter iets. Ik weet niet. Aan de voorkant. Ik dacht, ja, dat vind ik ook wel heel leuk. Beetje zacht roze. Leuk voor de lente. Dus ja, deze heb ik gekocht. Het kaartje hangt er nog aan. En hij was 15 euro van de Only. Dan heb ik er nog één. Even kijken. Oh, dit is ook weer zo'n basic shirtje. Ik dacht, ik heb gewoon basic shirtjes nodig. Wat ik onder vesten wil aankomen. Deze. Oh, deze valt ook weer wat breder. En driekwart mouwtje. Ik vind het ook wel een hele mooie kleur. Beetje paarsig. Nou, ik denk dat deze ook wel heel leuk is. En het is... Welke? Hoe duur was die? Oh. Staat niet op hoe duur die is, maar ik denk dat die ook zo rond de 15 euro zal zijn. En de volgende is echt een favoriet. Ik vind hem echt heel leuk. Hij is heel simpel, maar ik vind hem echt heel leuk. Hij is van de Topshop. Ik wist niet eens dat je dat kon bestellen bij Zalando, maar hij is van de Topshop. En het is gewoon een basic zwart shirtje. Maar er staat een cactus op. Kijk hoe leuk. Echt heel leuk. Ik hoop dat ik hem pas. Hij is wel kort. Maar ja, ik hoop dat ik hem pas. En deze was... Staat ook niet op hoe duur die was. Heel handig. Maar deze, hier ben ik echt heel blij mee. Ik hoop zo dat ik die kleding pas. Want ja, het is ook altijd zo zonde. Dan koop je of dan bestel je kleding. En dan moet je het weer terugsturen omdat je het allemaal niet past. Dat vind ik altijd wel een nadeel aan online shoppen. Maar ja. En dan heb ik nog meer dingen gekocht. Dit was al mijn kleding wat ik heb gekocht. Maar ik heb ook nog een luchtje gekocht. Want mijn luchtje was op. En ik dacht, ja, laat ik een nieuwe kopen. En ik was met mijn nichtjes in Amsterdam. Zoals jullie in mijn vorige video hebben kunnen zien. Mijn vlog. En we gingen naar de Ici Paris. En toen dacht ik, ja, ik wil graag een luchtje. En mijn nicht die draagt altijd Alien. Van Terry Mugler, als ik het goed zeg. En ja, die vond ik wel heel lekker ruiken. En ze raden hem ook echt aan. Dus ik dacht, waarom niet? En die heb ik dus gekocht. Dit is hem. Het is een klein flesje. Het is niet navulbaar. Want ik dacht, ja, als ik dan halverwege het jaar denk van... ik vind hem niet meer zo heel erg lekker. Dan heb ik zo'n hele grote fles en dan zit ik daarmee. Dus ik heb een klein flesje gekocht. En het is inderdaad van Terry Mugler. Alien. Zo ziet het flesje eruit. Heel simpel. Ik vind hem echt heel lekker ruiken. Het is een eau de parfum. Dus je blijft het ook wel echt de hele dag ruiken. En ja, hier ben ik ook wel heel blij mee. En dan heb ik ook nog een aantal andere dingetjes besteld. Op de webshop Oh So Hip. Ik wilde heel graag van die hele sierlijke kleine oorbelletjes kopen. Want ik heb sinds kort heb ik 2 gaatjes. En ik wil ook heel graag een derde gaatje. Maar ik ben nog geen 18. Het mag eigenlijk niet. Dus ja... Als ik dadelijk 18 ben, ga ik hem gewoon, denk ik, laten zetten. Want ik wil gewoon heel graag een derde gaatje. Maar ja, ik heb oorbelletjes besteld. Hele subtiele oorbelletjes. Want ja, dat vind ik gewoon heel erg leuk. Dus ik zal ze even laten zien. Ik zal ze even een close-up laten zien trouwens. Het zijn hele kleine oorbelletjes. Allemaal ringetjes. En ze zijn heel subtiel. De ene met een bolletje eraan. De andere met gewoon een simpel ringetje. Ook heb ik van die staafjes besteld en gewoon knopjes. Dus dat vind ik ook wel heel leuk. En misschien kan ik zo'n ringetje ook wel gewoon in mijn... Ik heb zo'n helix piercing. Misschien kan ik hem ook wel daarin doen. Dus daar moet ik nog even naar kijken. Maar ik vind ze super leuk. En van de webshop Oh So Hip dus. Nou, ik hoop dat jullie mijn shoplog leuk vonden. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. En een reactie achter te laten voor een idee voor een video die ik misschien nog kan gaan maken. En ja, vergeet ook zeker niet te abonneren. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!